Ja, hij kan. Beste John. Ja, ja, we staan hier op Osmalen. Ja, John, wij kennen elkaar al heel lang. We gaan al ver terug. Ik denk toen we een jaar of 10 waren, kwamen we elkaar voor het eerst tegen. En nu we een jaar of 6, 37 zijn, zien we elkaar nog. Ook na de carrière. Ik heb relatief weinig contact met de andere collega's. Maar ja, met Denise, de kindjes en met jou, ja, we treffen elkaar 1 à 2 keer per jaar. En, het blijft gezellig, dus buiten de tennis om zijn we goede vrienden en dat zegt wel wat. Ja, we zijn heel anders, dus allebei op onze eigen manier emotioneel. Dat was tijdens de carrière zo en dat was ook buiten de carrière zo. En er blijft wel één meningsverschil, dat wil ik toch wel even aantikken. Toen we een jaar of 12 zijn, hebben we in Goes gespeeld. Jij zegt dat je 6-0, 6-0 van mij gewonnen hebt. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Naar mijn idee was dat 6-0, 6-2. Je hebt ooit bij de KNLTB de papieren op proberen te vragen. Maar ik denk dat je ze wel gezien hebt. Maar dat je gewoon zegt tegen mij dat je ze niet gevonden hebt. 6-0, 6-0. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit verloren heb. Dus dat blijft een beetje boven ons hangen. Ik denk dat we binnenkort maar eens een keertje tegen elkaar moeten tennissen om eens te kijken wie zonder training, op een beetje talent, met pijn in de rug, gewoon de beste is. Dus ik daag jou uit. Nou, veel plezier, we zien elkaar weer snel en met vriendelijke groet, Shane.